Hey Greg, ik weet dat je nog 1 jaar gaat knallen en dat wij met z'n allen een kijkje in jouw privéleven mogen meemaken. Dat willen we denk ik niet missen, dus ben reuze nieuwsgierig. Ik ben aangekomen in Zuid-Afrika, ik ben nog wat moe, maar ik heb in ieder geval een lange vlucht gehad gisteren en ook een hele goede vlucht. Ik had op Facebook al gezegd dat ik jullie op de hoogte zou houden van mijn trainingen en natuurlijk ook een klein kijkje in mijn privéleven. Nou, ik ga nu eerst even ontbijten en straks naar de atletiek. Om je vast even een kijkje te geven, ik loop nu mijn appartement binnen. We hebben hier allerlei appartementen. Nou, dit is de gang een beetje. En als ik mijn appartement binnen loop, ziet er allemaal goed uit. Ik heb hier mijn keukentje, ik weet niet of je dat kan zien. Alles erop en eraan. Toen doen we voedingssupplementen, eten. Nou, ik kan hier ook zelfs koken. Ik ben niet echt van plan om dat te gaan doen. Want hier in Zuid-Afrika kun je natuurlijk gruwelijk lekker eten. Nou, dit is mijn bed. En ik heb daar ook nog lekker mijn balkonnetje. Het is al goed weer. En als het goed is zijn Marita en Rosina er nu. Hey. Dus goedemorgen. Dus we gaan nu eerst even ontbijten. Goedemorgen, het is woensdag vandaag en vandaag weer de nieuwe dag. Super slecht geslapen, een paar uurtjes maar. En vandaag staat een rustige training gelukkig op het programma. We zijn nu bij de auto aangekomen en straks weer even wat loopjes doen op de baan. Aangekomen op de baan, tijd voor wat grasloopjes. Dus ik ben zelf wel benieuwd, zoals je kan zien is het aardig wat. En het zullen een paar loopjes zijn, daarna wat medicijnballen. En mijn lichaam voelt voor de rest wel oké. Gisteren gemasseerd geweest. Dat was top. Iedereen is bezig op de baan. Ik moet het hier in mijn eentje doen op het gras. Goed, gelukkig heb ik mijn coach bij me, Marita. Dus het valt allemaal wel mee dan. Goedemorgen. Het is alweer donderdag vandaag. En, zoals je wel misschien een beetje kunt zien, ik ben net wakker. Ik heb eindelijk een goede nacht gehad. Ik ben nog wel wat moe. Er is gisteren alweer veel gebeurd. Gisteren tijdens de training helaas een klein beetje geblesseerd geraakt aan mijn kuit. Ja, het was pas dag 2, dus ik kan me voorstellen dat ik erg baal. Ja, dus het zaak om goed te herstellen. En ik ga straks het water in, samen met de fysio. Om te zorgen dat mijn kuit weer goed wordt. Goed, ik kan wel voorstellen dat ik ervan baal. Het is niet wat ik had verwacht, zoal op dag 2. Nou, ik ga nu eerst opstaan. En dan maar eerst even goed ontbijten. Zorg dat ik al mijn proteïne binnenkrijg. En dan op naar het zwembad. Ik ben weer in het krachthonk en valt niet mee. Ik ben nu aan het bankdrukken. Ik heb net een paar andere oefeningen gedaan. Ik denk dat ik de komende 3 weken de gym veel ga zien. Dus ik moet natuurlijk wel wat sterker worden, wat aankomen in gewicht. Spiermassa valt niet mee. Dus laatste serie, Marita roept me al.